voor het nette vlag. Wat mogen we hier verwachten aan het einde van deze eerste wedstrijd? In ieder geval mag ik vragen aan de toehoorders om een daverend applaus te geven aan dit formidabele duo. Getooid in de tricolore shirt van Belgische kampioenen. Blinkend in de zon. Zij hebben er een koppeltrijdrit van gemaakt. Gaan ze spurten? Uitroepteken, vraagteken. Uw applaus. Luid applaus voor de nieuwe en oude provinciale kampioenen van Oost-Vlaanderen. Niemand minder dan onze regerende Belgische kampioenen bij de dames. En ook bij de heren Eerders. Uw applaus voor Sylvia Bedout en Rudy van der Velde. Proficiat, een dik verdiend applaus. Zij hebben een prachtige wedstrijd, althans voor hun tweeën, van gemaakt. Een demonstratie, een ware demonstratie van het duo hier op de prachtige omloop, uitgetekend door onze wedstrijdpromotor die de inwendige mensen aan het versterken is, Erwin Bult en zijn crew. Het is smullen van dat duo, net als smullen van die lekkere broodjes die hier in de voetbar worden geserveerd door de sympathieke Katrien. We kijken uit, want er zijn nog podiumplaatsen te verdienen. De nummers 1 in beide richten, die zijn gekend. Maar we moeten dat podium vol krijgen met 2 en 3. Beide heren komen daarvoor in aanmerking. Luc Wittman, Johan de Baas. En ook Johan Verbeke. Die staat op de kandidatenlijst. En ook Philippe Lacke, uiteraard. Dat wordt hier nog een boeiende spurt. Voor die twee overige podiumplaatsen naar brons en zilver. En dat zal blinken hier in de zon van Sint Maria Laten. Het pittoreske dorp of deelgemeente van Zwaan. Uitstekende biotoop voor recreanten, fiets en wandel. Vrienden, we houden de baan systematisch veilig, alsjeblieft. We hebben het fluitsignaal. Spurten voor jullie plaatsen. Er zijn nog podiumplaatsen binnen het bereik. We hebben Johan Verbeke en Johan de Baats. Johan, onze halve Vlaming, die haalt het man uit Nieuwpoort voor Johan de Baats. Vice-kampioen van België. In de E-categorie Philippe Lacke. Die buigt nederig het hoofd. Hij wordt vierde. Proficiat, Philippe. Straks officiële uitslag. Onze dames, Olivier Verstraeten en Tilde de Baats spurten zijn. Voor de plaatsen 2 en 3, uitroepteken, vraagteken, zal wel zijn. We kijken nog naar die bult die puist op de provincie, zegt hij. Want daar moeten renners, althans rensters, opdoemen in die slot hectometers van de eerste wedstrijd. Maar ze komen eraan, hoor. Ondertussen wat genieten van de muziek die we houden door de boksen. Of een lekkere frisse pint in een heerlijke koffie. Op het terras, het zomerterras van Spaans Hof. Die nog in de race zitten. Tilde de Baats
en Aurélie Verstraeten. Aurélie Verstraeten die wordt tweede in het provinciaal kampioenschap. Dat is met zekerheid aan te stippen. Proficiat voor het nummer 28.